In de tweede klasse van het voetbal heeft Antwerp gisteravond met 1-0 gewonnen van Virton. De Great Old zet zijn goede reeks dus voort en pakt 12 op 12. In de stand schuift Antwerp op naar een voorlopige tweede plaats. De andere ploegen moeten nog wel spelen dit weekend. Promovendus Virton is niet naar de Bosuil gekomen om zich in te graven en durft voetballen. Het is geen verrassing, Gouvench start na 3 weken opnieuw in de basis. De Superturk laat wel een eerste grote kans liggen, hij schiet pal op Hurbij. Bostock probeert het na een kwartier van ver, Hurbij brengt redding. John Bostock heeft blijkbaar een patent op het raken van het doelhout. Zijn vrije trap belandt op de paal. No, last week I hit the bar, this week the post, but just goes to show it's getting closer, you know, so hopefully next week one will go in. De wedstrijd zakt daarna wat in. Bakkenes is er nog het dichtste bij, maar 0-0 is de stand aan de rust. Na de pauze gaat de thuisploeg nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Het vizier van Calabro staat nog niet op scherp. De voorzet van Bostock had misschien wel beter verdiend. Met nog 20 minuten op de klok vinden de twee elkaar wel. Calabro met de 1-0. De Nederlander bewijst zijn waarde voor de Great Old. 4 basisplaatsen, 4 doelpunten. Ik loer op die ene bal die gaat komen. En, gelukkig kwam hij uit de tweede helft en gelukkig zat hij erin. En, als je dan 3 punten hier blijft, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Rood-wit speelt de wedstrijd volwassen uit en laat Virton niet meer in de buurt van Segier komen. Calabro is er nog het dichtste bij, maar Hurbij is alert. Antwerp wint met het kleinste verschil 1-0. De Great Old pakt voor het eerst in 4,5 jaar 12 op 12. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Nu op naar de volgende en proberen om die 3 punten daar ook te pakken.